Boom, haha, nieuw item. Ha, met Sid, jawel. Welkom terug. Ja, dag Boris. Goed om hier weer te zijn, want we moeten toch minstens 1 keer per jaar een episch gesprek opnemen. Vind ik ook. Eerst werd dat een beetje een grapje zelfs. Dat is een gesprek voor die vrouw. Wat helemaal een beetje een soort van niet de essentie is. Ja. De essentie is dat we juist dingen gaan bespreken die eigenlijk een beetje overgeslagen worden. Als je het hebt over gamejournalistiek of als je het hebt over games in de media, het is altijd zo plat, weet je, van het is geweld en weet je, mensen snappen het niet en begrijpen het niet. Terwijl er juist heel veel over te vertellen valt. Ja, absoluut. En als ik ook kijk naar, ja, een beetje tussen aanleidingstekens oude lullenprogramma's. Nou, wat kijkt mijn vader? Ja, praatprogramma's waar ze praten over muziek uit de jaren 60, 70. Waarom? Ja. Omdat de oudere generatie daarmee is opgegroeid, daar herinneringen aan heeft, dat van allerlei dingen betekent voor hen. Het viel ook samen met belangrijke historische omwentelingen. En ja, op deze manier kunnen wij toch ook over videogames praten, wat het voor ons betekend heeft. Ja, want wij zijn de nieuwe oudere generatie. Ja, precies. Dat is zo. Ik ga jullie eventjes verblijden met de vraagstelling die jij hebt verwoord voor deze aflevering. En in een notendop gaan we het vandaag hebben over de Hero's Journey. En jij vatte het mooi samen. Ik ga het gewoon voorlezen. Doe dat, Boris. Zijn games een verleidelijke vermijding van de werkelijkheid, waardoor je goedkoop idealistisch kunt blijven zonder je handen vuil te maken? Of maken games ons juist sterker en zijn ze emancipatoire? En zullen wij als mensheid in staat zijn voorbij onze geweldsbehoeften te evolueren? Dat zijn de vragen die we hopelijk gaan behandelen en beantwoorden in dit item. We hebben verder geen titel voor dit item. Ik denk gewoon The Hero's Journey. Ik vind het een mooie titel. Episch. Ja, wie was de bedenker van de term The Hero's Journey? Nou, volgens mij komt dat van ene Campbell. En Joseph Campbell, ja. En die probeerde ook op die manier, bijvoorbeeld iemand die een trauma heeft opgelopen in de oorlog, of een verslaving heeft, of op een of andere manier met zichzelf worstelt, een bepaalde tekortkoming, ja, in zijn persoonlijkheid, in zijn karakter, daarmee worstelt, om zichzelf eigenlijk als de held, de protagonist, de hoofdrolspeler te zien in zijn eigen heldenkwesten. Mm-hmm. En daarmee niet alleen maar als een passief slachtoffer. Oh, het overkomt me. Oh, ik heb het toch weer gedaan. Oh, ik was toch weer niet sterker. Want dan ben je inderdaad een soort passief iemand die eigenlijk, ja, geen agency meer heeft in zijn eigen levensverhaal. Maar nee, zie het als een hero quest. Zie het als een hero journey, waarin jij zelf de held bent die juist wel heft in eigen handen kan nemen. Ja. En de reden dat ik op dit onderwerp kwam is juist vanwege ook de tegenovergestelde aanvliegroute. Want je kan natuurlijk ook zeggen, ja, kijk, weet je, door dat gamen, je enerzijds door daar heel diep in op te gaan, onttrek je jezelf misschien aan verantwoordelijkheden of aan maatschappelijke problemen, problemen in het echte leven. Ja. En je onttrekt je aan dat soort kwesties en kun je misschien in een game schone handen houden, heel erg idealistisch zijn. En dat is een idealisme wat op allerlei vlakken kan liggen. Of het nou gaat om veganisme, anti-oorlog en ga zo maar door, inclusiviteit. Waarom? In realiteit zul je altijd zien dat er zware keuzes zijn. Ja. Dat er zware morele dilemma's zijn. En dat je eigenlijk niet altijd schone handen kan houden. En dat het leven niet zo zwart-wit moralistisch is. Dat je er niet aan ontkomt om vuile handen te maken. Dat je er niet aan ontkomt om keuzes te maken. Soms voor het minste kwaad. En dan toch in zekere zin je geweten compromitteert. En dat games ons daar een beetje, ja, aan onttrekken. Aan de harde confrontatie met het leven. En dat tegelijkertijd ook, je speelt een held, een competent personage. Een personage met allerlei krachten. En dan kun je misschien daar op die manier jezelf krachtig, jezelf verantwoordelijk, jezelf actief en assertief ervaren. Juist omdat je het niet zo doet, zo ervaart in het echte leven. Dus dat je via een soort roundabout manier een agency hebt van jezelf, een competentie, een kracht, een zelfvertrouwen. Juist omdat je het niet hebt in je echte leven. En dat je dus zowel een goedkope, oppervlakkige moralist kan worden, als eigenlijk, ja, een zwak slemiel die dan maar zichzelf emancipeert in de wereld van zijn videogames, in plaats van in de echte wereld de stap naar voren te zetten. En in die zin, als je, dus dat is heel cynisch wat ik nou allemaal zeg. En dan kan je eigenlijk games zijn heel erg depowering in die manier. En dan zou je eigenlijk heel erg ver mee kunnen gaan in de mensen die videogames maatschappelijk afserveren en bekritiseren. Ja. Maar ik denk, maar voor mezelf is dat helemaal niet zo. En dus ook kom ik op Campbell en de Hero's Journey. Want nee, juist mensen die worstelen met problemen kunnen juist ook door de verhaallijnen van videogames en zo'n soort archetypische heroïsche evolutie
van een held die in een onbekende wereld terechtkomt, worstelt met problemen. Nou, hij krijgt onvoorziene hulp en hij gaat de confrontatie met zichzelf aan. In the darkest moment raakt hij niet uit het veld geslagen, maar vindt hij een hernieuwde kracht in zichzelf. En hij verslaat de eindbaas en hij keert terug naar zijn oude wereld, zijn oude routine. En ook daar heeft hij plots de vaardigheden, de krachten, het zelfvertrouwen om ook de pestkoppen uit zijn eigen leven van het hem te slaan. Maar wacht even, want je omschrijft drie stappen die zijn essentieel. Laat ik zo zeggen, Joseph Campbell schreef, er zijn, volgens mij zit dit totaal, iets van 13 stappen die je moet door, maar teruggebracht tot 16 en dat is weer tot 13. Dat was het inderdaad. Er zijn drie belangrijke stappen en dat is, weet jij ze uit je hoofd? Maar dat is ook niet echt relevant, want dit is eerder een counterargument. Niet om helemaal specifiek die hero's journey helemaal van A tot B te schetsen. Nee. Wat ik probeer te zeggen is dat het gaat mij om die transformatie. Dus je start de reis, je maakt de transformatie door en je keert terug. Dat zijn de drie stappen. Ik weet ze niet letterlijk, maar ik weet dat het ongeveer het idee is van wat Campbell beschrijft. En hij doet dat in het boek Hero with a Thousand Faces. Mm-hmm. Daarin wordt dat concept neergezet. En wat mij altijd is bijgebleven, dat is een quote. Ik ben even de naam van het boek kwijt, maar het gaat over een jonge zenmaster. En die werkt als illustrator in Japan bij een bedrijf wat manga's maakt. Mm-hmm. En dan komt zijn zenmeester, die komt op een gegeven moment op zijn werk. En die zegt van, je werkt met superhelden. It teaches kids about power. En die quote vond ik heel interessant. Ja, dan kom je weer op, with great power comes great responsibility. Nee, waar het om gaat met superhelden is dat het, en het is grappig, want ik had een andere podcast met Ancilla, waar ze daarnaar verwees. Op het moment dat je gelooft in dat idee van dat er superhelden zijn, en niet letterlijk, hè, maar het idee van een metaforische superheld. Ja. Daarin zit gespiegeld je eigen onmacht. Dus jij kunt niks, want je bent geen superheld. Maar die superheld, die heeft die transformatie doorgemaakt. Die is die hero's journey gestart. Is getransformeerd in een superheld. Iets wat jij nooit kan. En dat vingertje zit er letterlijk in. Met andere woorden, kinderen leren klein blijven door te kijken naar superhelden media. En ik heb dat al heel lang geleden gelezen en het is me altijd bijgebleven. En het is me ook gaan storen, omdat ik heb gezien dat het effect ervan inderdaad op die manier optreedt. Ook met het spelen van videogames. Dus je hebt het nog meer bij media waar je passief naar kijkt. Want wat jij al omschrijft van, we willen eigenlijk als mens allemaal soort van buiten onze comfortzone leven. De verandering doormaken om onze demonen, om de draak te verslaan. Willen we dat? Want dit is eigenlijk kiezen tussen red pill of blue pill. En je ziet dat veel mensen uiteindelijk toch kiezen voor blue pill. Nou ja, laat ik zo zeggen. Willen binnen hun kort misschien zo'n blijven. Het is de. We gaan gelijk heel diep. Ik probeer het nog even uit te leggen. Het is natuurlijk de hero's journey, hè? Want die guy, die Mr. Anderson, die leeft als een soort computer nerd, heel saai, routinematig leven. Maar af en toe is er een soort glitch van, hè? Er is eventjes een rimpeling in het weefsel van het zijn en het lijkt dat er een soort wereld achter ligt. De dingen kloppen even niet. En ja, hè, kies je dan voor om de red pill te nemen, wakker te worden en één keer scheurt die nepwerkelijkheid scheurt open en je ziet de rauwe, harde werkelijkheid daarachter. Ja. Maar ja, dan dat kan heel erg schokkend zijn, heel erg pessimistisch stemmen en eigenlijk wil je dan misschien wel terug naar die comfortabele leugen en wil je in slaap vallen, alles vergeten en je wordt weer wakker en alles is zoals het altijd was en in één keer die glitches in de matrix die zijn dan in één keer weg. En dat is het verschil tussen red pill en blue pill. Hè? Leven in de harde maar oncomfortabele waarheid of wil je toch eigenlijk liever misleid worden als je daarmee een kalmer, rustig, voortkabbelend, aangenaam leventje kunt leiden. Ja. En de hero's journey gaat natuurlijk om in die andere wereld terechtkomen, heel hard beproefd worden, echt tot de limieten van je menselijkheid getest worden. Dan in jezelf die innerlijke kracht ontginnen, de confrontatie aangaan, sterker dan ooit, tot een hoger niveau komen, de baas verslaan en als een soort koning terugkeren in je eigen leven. En ja, die baas, die vervelende eikel op kantoor waar je toch altijd een beetje bang voor was, die je altijd probeert een beetje naar beneden te drukken, te vernederen. En één keer geef je hem gewoon een grote bek, zet je hem keert verschut. En je bent in één keer koning. Weet je dat? Iedereen fantaseert erover. Maar wie heeft nou echt de ballen? Jij zegt niet, want je leert. Dat is alleen weggelegd voor superhelden. Ja. Nee, ik vind een heel mooi voorbeeld nog. Kwam ik gisteren tegen, want ik zat erna te denken over ons item. Je hebt zo'n tv-programma dat heet Ik Vertrek. En daar zie je mensen emigreren naar het buitenland. Mm-hmm. En die gaan dan een bed and breakfast beginnen in Spanje of weet ik veel iets anders.
En dan denk je van, nou, dat zijn de mensen die de Hero's Journey aangaan. Die hebben ziet, die zijn hun saaie leven in Nederland helemaal zat. Ja. En dan gaan ze zoiets doen en het faalt altijd jammerlijk. En dan denk ik, dan stel ik me dan voor van, dan is eigenlijk een beetje clue van, weet je, ze gaan failliet, het lukt niet, weet ik veel. Ze gaan iets anders doen, ze verkopen de boel weer eens een keer terug in Nederland, whatever. Vluchtgedrag, escapisme. Nou, de Hero's Journey lukt niet. Ze keren terug. Ja. Zodat iedereen die veilig thuis op de bank zit te kijken naar het mislukken van Andermans Hero's Journey, dat zoiets van, nou, dat hoef ik niet te doen. Ik kan veilig hier bij de, centrale verwarming, kan ik hier veilig, hoef ik niet buiten mijn comfort. En dat is wat... Je wat... zou bijna zeggen, de media die rapporteren over slecht nieuws in Groot-Brittannië. Ja, precies. Dat. Ze proberen jou gewoon op je bank te houden. Ja. Want wat hebben ze eraan als half Nederland opstaat en zegt van, vanaf nu niet langer en we trekken te strijden en we gaan een bed and breakfast beginnen in Spanje. Ik weet niet, daar heeft niemand wat aan. Dus dat, het is belangrijker dat mensen bang blijven. Ja, en ik, dat spreekt me dus heel erg aan, aan jouw relaas. Want het resoneert enorm sterk met wat ik zelf ook al meende te hebben waargenomen. Kijk, dat hele superheldenverhaal, en ook dat Marvel en ga zo maar door, dat Superman, dat conditioneert mensen ook. Het conditioneert eigenlijk de kijker om ook in een passieve rol te blijven en te denken van, maar epische gebeurtenissen die vinden alleen maar plaats in de helden van in de levens van superhelden en vinden alleen maar plaats in fictie, in films, in verhalen. Het epische vindt elders plaats. In mijn eigen leven zal dat nooit zo zijn. In mijn eigen leven zullen nooit epische avonturen gebeuren. Ja. Dus ik kijk het met mijn bak popcorn op de bank. En ik word dus geconditioneerd om dat niet in mijn eigen leven te verwachten, maar dat alleen elders via een superheld personage mee te voltrekken. En daarmee word je dus allemaal uiteindelijk die Mr. Anderson die die blue pill gaat nemen. Ja, maar het maakt ook duidelijk waarom er uiteindelijk toch ook soms hero cults kunnen ontstaan of hero worship of waarom mensen grote gevolgen kunnen krijgen. En dan bedoel ik een grote aanhang. Omdat heel veel mensen worstelen met dat probleem. Hè? Routine bestaan, elke dag weer in die metro opeengepropt met 50 mensen per vierkante meter. En hypotheek die je niet kan betalen. Ja, elke maand weer bidden dat je wasmachine niet stuk gaat. En problemen met je vrouw en weet ik het. Ja, gewoon de daily grind. Ja. En dat er dus een soort leidersfiguur opstaat die zegt, jongens, ik worstel ook met al deze problemen. Ik worstel ook met het gevoel van nietigheid, met het gevoel van, ik was jong en groot en ik had een aanstormend talent, maar ik heb mijn ziel verkocht aan de bank. Ik heb nu ook maar een laf hypotheekje, maar ik heb ermee geworsteld en ik ben er doorheen gegaan. Ik ben er doorheen gegroeid. Ik herken die worsteling. Ik heb ook voor die uitdaging gestaan, maar ik ben getransformeerd. Ik ben de worsteling aangegaan en ik ben er beter uitgekomen. Ik worstel en ik ben bovengekomen. En omdat die leidersfiguur dus in zichzelf dat dilemma heeft opgelost waar al die mensen mee worstelen, kan die voor hen als voorbeeld gelden. En al die mensen willen ook die innerlijke transformatie doormaken en gaan dan die persoon aanhangen en zo krijgt hij dan een gevolg. Ja, even voor de duidelijkheid, want de Hero's Journey is een archetype. En het is, het komt op heel veel verschillende manieren terug. Weet je, ik bedoel, er zijn de Griekse mythen en zagen. Ik had gezocht wat de oudste Hero's Journey was. En dat is de Epic of Gilgamesh. Ja, Gilgamesh-epos. Ja, inderdaad. Ja. Dat is een Sumier, op Sumerische tabletten gevonden verhaal. Wat Enkidu. Ja, inderdaad. Ja, van Enki en Elil. Ja. Maar anyways, dat archetype van het verhaal, dat zien we dus in heel veel videogames terug. Mm-hmm. En ons gesprek hierover ons voorgesprek hierover begon eigenlijk een beetje van in hoeverre is het beleven van die Hero's Journey in een videogame een voldoeninggevend surrogaat voor het echt doormaken van de Hero's Journey. Ja. Dat was een beetje de vraag van dit item. Maar ook de vraag of wij als mensen in staat zijn om voorbij onze natuurlijke geweldsbehoeften te... Ja, laten we dat lostrekken van elkaar. Want ik vind dat namelijk ik wil daar naartoe werken. Want ik vind dat namelijk... Ja. Ik ben gefascineerd door de behoefte van de mens voor geweld. Ja. En ik kan je niet
precies uitleggen hoe dat met de Hero's Journey samenvalt. Behalve dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Ja, maar daarom had ik dus een filmpje van God of War. Nou, laten we daarmee beginnen. Ja. Laten we daar naar kijken. God of War Original. Ja. Want dit gaat dus over de epische oorlogsheld Kratos. En dat betekent ook echt kracht in het Grieks. En hij is een Spartaanse generaal. En hij verkoopt zijn ziel aan de oorlogsgod Ares. Om alle slagen te kunnen winnen, alle veldslagen. En daardoor inderdaad krijgt hij een soort goddelijke oerkracht in zich. En hij raakt bezeten door een bloeddorstige waas. Waarin hij als een soort berserker alles en iedereen om zich heen kapot maakt. En er komt een dorpje binnen wat weigerde zich aan hem te onderwerpen. En hij maakt alles en iedereen om zich heen af. Hij is met bloed aan alle kanten is hij bespat. En dan komt hij op het einde achter dat hij per ongeluk zijn eigen gezin heeft omgebracht. En dat is dan een ironische twist van het lot natuurlijk. Hè? Want enerzijds bewijst het weer, nou, je kan nooit kracht hebben zonder prijs. Mm-hmm. Hè? Dus als jij een deal maakt met de duivel, betaal je altijd een prijs daarvoor. En, dus en het snijdt ook alle banden met het aardse los. Dus het is in die zin dat de god Ares daarmee bewijst, jij kan alleen nog maar mij dienen. Je kan alleen nog maar loyaal zijn aan mij, aan de oorlogszucht, aan de geweldlust. En alle temperende, hè, dus normaal de liefde voor je vrouw en kind, wat jouw oorlogszucht kan temperen, dat is nu weg. Ik en de strijd is het enige waar jij nog voor kan en mag leven. Liefde is dood. Juist, en zo gaat het ook heel lang, hè, want iedereen komt op zijn pad en hij ontploft. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat is denk ik de epische kern van het verhaal. Dus zowel dus die Hero's Journey, dus de sterveling die zijn ziel verkocht, bovennatuurlijke kracht krijgt, die kracht ook weer tegen de goden gaat gebruiken. Want dit is ook weer het begin van een epische wraak, waarin Kratos eerst beginnen met een halfgod, een demigod, uiteindelijk de echte goden gaat vermoorden, ook alle krachten krijgt van iedereen die vermoordt, totdat hij uiteindelijk Jupiter, Zeus, Olympus bestormt, wraak neemt, het hele godenpantheon uitmoordt, uiteindelijk dan weer in Noorwegen dan terechtkomt, dat hij daar ook opnieuw gaat beginnen, dat hij ook die godenpantheon gaat afmaken. Ja, het is episch, want het gaat dus wel om het verwerken van het lijden en het verwerken van het verlies en ook het onder ogen komen van je eigen fouten. Net als de epische mythe van de god Heracles, eigenlijk de halfgod Hercules, die ook in een vlaag van woede zijn eigen gezin ombracht en daardoor een soort repentance, boetedoening, verhaal moest doormaken. Nou, daar gaat het eigenlijk om. Dus het brengt zowel de menselijke ziel, hoe overstijg je nou die geweldshonger, maar ook tegelijkertijd de transformatie van mens tot god, weer terug tot sterfelijkheid, want ook helemaal ook in de waas van al die goddelijke krachten die hij dan krijgt, vindt hij uiteindelijk zijn menselijkheid weer terug. Hij wordt opnieuw verliefd en hij begint opnieuw een leven. En dan kunnen we misschien meteen maar door naar de God of War Rebirth. Ja. Want dat, als we dat meteen ook maar even kunnen zien, dat filmpje van de God of War Rebirth, dat gaat daarover. Want hij denkt, nou ja, oké, ik heb wraak genomen, ik heb mijn gezin verwerkt, ik heb alle goden afgeslacht van de oude Grieken. Mm-hmm. Ik kom met mezelf in het reine. Maar is dit het nou? Nee, hè? Ik kom toch weer in contact met mijn menselijke kant. Hij krijgt hier een nieuw zoontje en hij wil het helemaal achter zich laten. En hij verhuist dan naar het noorden. Ja. Maar daar begint het al wel allemaal overnieuw. Dus dan op een gegeven moment krijg je ook van, oké, oude man, ik wil niet meer gaan vechten. Hè? En dan krijg je nu weer de Spartan Rage. Dus dat is ook zo mooi. Dus ja, hij wil het hier achter zich laten, maar hij kan het niet. Ja. Dat is ook zo geweldig. Ik vind dat heel mooi. En ik vind het, wat ik zo interessant vind, dat dat archetype, daarin zitten natuurlijk heel erg veel metaforen die we vandaag. En dat heb ik vandaag de dag. Met nu onze maatschappij getekend lijkt door angst, mm-hmm, eigenlijk. Angst om ziek te worden, angst om dood te gaan. Dan denk ik van ja, het lijkt wel alsof wij nu met de hele maatschappij een soort hero's journey doormaken. Want dat uitmoorden van, eigenlijk het sterven van liefde, daarin zit het overwinnen van angst in. Mm-hmm. Want je ziet eigenlijk van, hij wordt onsterfelijk. Nou, ja. Niemand wordt natuurlijk letterlijk onsterfelijk. We verliezen onze angst om te sterven. En ik denk dat gelijk staat in heel veel culturen als onsterfelijk worden. Weet je, van de samurai inderdaad, die niet bang waren om te zeggen. De vikingen, daarvan weten we, ja, dat er misschien iets met drugs gebeurde, waardoor ze geen angst meer kenden. Nou goed, zo. Maar de vikingen hadden ook de Noornen en de schrikgodinnen. En die gingen er ook vanuit dat van iedereen al precies vaststond
wanneer je zou sterven, dat het al in het web van Weird was vastgelegd. En ja, dat alleen nog maar omging om niet laf te sterven. Dus als je laf stierf, dan was je ziel voor eeuwig verloren. Maar als je heldhaftig stierf, dan had je een kans om in het Valhalla te komen en in de Ragnarok mee te strijden als een van de Einherjar, een van de uitgekozen goddelijke strijders die door de Valkuren dan werden meegenomen naar de hal van Odin. Dus dat was een eigenlijk heel omgekeerd verhaal. Je moest eigenlijk heroïsch sterven, anders was je sowieso verdoemd. Dus de angst was niet om te sterven, de angst was om laf te sterven. Juist. Ja, precies. Oké, dat is misschien ook wel een andere invalshoek. Maar goed, dus die hero's journey dwingt je dus om zelf een metamorfose door te maken, waarmee je afrekent met je eigen angst. En tegelijkertijd weten veel mensen dat ze daar niet de ballen voor hebben, niet het lef voor hebben, niet moedig genoeg voor zijn. Wat een soort rancune voedt tegenover degene die dan wel die kracht hebben om die hero's journey aan te gaan. Ja. De vraag is, ga je dat aan als je een game speelt? Dat is zeker de vraag. En ja, ik bedoel, ik zou hem willen beantwoorden, want het lijkt me natuurlijk vanzelfsprekend dat je dat niet aangaat als je een game speelt. Want je zit knetterstand onderuit gezakt op een bank net zo lang totdat je de game uit hebt gespeeld, bij wijze van spreken. Dat ligt eraan hoe je hem speelt, hoor. Ja, oké. Okay, je ook op easy of op hard mode speelt. Ja, daarom. Dat maakt zeker uit. Misschien is dat easy en hard mode wel een soort van hele slappe manier om je toch nog het gevoel te geven dat je iets meer een hero's journey hebt doorgemaakt dan de gemiddelde Nederlander die hem op easy speelt of zo. Ja, maar dat bevat een element van meritocratie, een hiërarchie, aristocratie misschien wel. Ja. Wie is er goed genoeg om de game op hard mode uit te spelen? Maar denk je dat games ontwikkeld zijn om je een surrogaat te geven? Denk je dat er in die zin een agenda zit achter het verhalen vertellen? Ja, dan moet je echt bedenken wie is de maker van de game en wat is zijn idee. Nee, maar ik bedoel niet per se een game, maar ik bedoel verhalen in het algemeen. Want het gaat als, ik bedoel, de misschien sprookjes van Grimm zijn iemand ook heeft dat. Een episch idee en denkt, dit idee is zo episch, dan moet ik een game van maken. En I don't care who stands in my way en hoe dan wat. Nee, dit is gewoon mijn idee en ik wil daar een game van maken. Laat me het anders vertellen. Denk je, waarom is dat archetype van die hero's journey zo belangrijk in verhalen vertellen? Ja, omdat we ons als mens, omdat het dus resoneert met archetypen, wat iets in het Jungiaanse collective unconscious zit, dat we mensen daar allemaal aan kunnen verhouden. Net als wat ik aan het begin zei van die Matrix, hè, die Mr. Anderson die zijn saaie kantoorklerkenbaantje heeft en op een dag krijgt hij de kans om in een compleet nieuwe wereld te komen, zichzelf te overstijgen, krachten te krijgen die grenzen aan het goddelijke. Dan blijkt het was voorbestemd, hij is the one. Of misschien is hij niet the one, maar is Agent Smith the one. And anyway, dan zijn we een hoop epische gevechten verder. En ja, daar fantaseren natuurlijk stiekem veel mensen over. Maar Jung zegt ook dat mensen allemaal, collectief maar ook individueel, op een soort schaal balanceren tussen vrijheid en veiligheid. Mm-hmm. Dus angst en verlangen eigenlijk. En die balans tussen angst en verlangen, die vormt je leven. Dus als jij meer naar angst doorzakt, als het ware, dan zal je, en niet in je eentje per se, maar stel dat een heel volk dat doet, dan zit je dus, dan gaat niet veel uitkomen. Mensen zijn dan bang om iets te doen, bang om te veranderen, bang om die transformatie door te maken. Zit je juist op het kans van op het vlak van verlangen, dan ben je in staat tot krankzinnige transformaties. Ja. En een goed voorbeeld vind ik, omdat economen geloven dat alles cyclisch is. Een heel mooi voorbeeld vind ik na de 80-jarige oorlog, waarin natuurlijk ontzettend harde mensen gecreëerd werden. Ik bedoel, 80 jaar aan honger en armoede en bittere ellende en vervolging door de Spanjaarden en gewoon koud, nat, kut Holland, waar het leven gewoon hard was, eindigde. En wat kreeg je vervolgens? Een generatie van keiharde mensen die maar één ding wilden en dat is transformatie. Ja, maar dit zie je op twee manieren ook in de wereldgeschiedenis terug. Hm. Want je ziet dus ook bijvoorbeeld de Reconquista in Spanje. Wat je dus hebt gehad is dat het land op de Moren is terugveroverd door de conquistadores. Hm. Nou, die waren daar generaties bezig geweest om hun Spanje weer christelijk te maken. Nou, het was hun op een gegeven moment gelukt. Alleen ja, dan heb je een oorlogsaristocratie van ridders die dus van vader op zoon niks anders
het gedaan hebben dan oorlog voeren. Mm-hmm. Wat ga je dan doen? Ja, je gaat niet een beetje passief handel zitten drijven, want dat is niet je inborst. Dus die zijn allemaal naar Zuid-Amerika gegaan en daar zijn ze dus de conquistadores geworden en zijn ze daar oorlog gaan voeren tegen de Azteken. En dat is ook met harde hand gegaan, zoals we allemaal kunnen naspelen in Age of Empires 3. en hetzelfde is ook in Japan. Hij had natuurlijk Oba Nobunaga en Hideyoshi. En ja, wat hadden die gasten nou gedaan? Japan was gewoon generatie op generatie alleen maar oorlog, alleen maar daimo die allemaal de baas wilden worden, die alleen maar bezig waren om sterker te worden, dat ze sterker waren dan hun neighboring dynasty. En op een dag had Hideyoshi heel Japan veroverd. Ja, what's next? Je zit met allemaal opgefokte gasten die generatie op generatie niks anders kunnen doen dan oorlog voeren. De hele hiërarchie van hoe bevoordeel je jezelf maatschappelijk, hoe stijg je op de maatschappelijke ladder, is gewoon door oorlog voeren. En je hele sociale systeem is al generaties zo ingericht. Dus wat ga je doen? Dan ga je oorlog voeren in Korea. Ga je proberen om China te veroveren. Nou, het was rampzalig uitgepakt. Maar het zijn de Japanners die hebben gewoon al die gasten allemaal naar Korea gestuurd. Van ja, hier valt er niks meer te doen. Dus ga het daar maar doen. Ja, en ik denk dat hier in Nederland... De vraag is of je daarmee een transformatie bereikt. Ik denk trouwens in het geval van Spanje ja. Want er is iets heel nieuws ontstaan in Zuid-Amerika. Oké, je kan je de vraag stellen, was het waard om de Azteken uit te moorden? Nou goed, het waren natuurlijk ook behoorlijk vrede figuren, die Azteken. Maar er is iets nieuws ontstaan. De oorlog in Korea en Japan heeft niet echt iets... Maar in Nederland heeft ertoe geleid dat een miljoen Nederlanders, in een tijd waarin er maar 4 miljoen Nederlanders waren, zijn er een miljoen Nederlanders aan boord gegaan van houten badkuipen. Ja. En die zijn de wereld over gevaren op zoek naar rijkdom. Ja. En dat daar is het... daar is de VOC uit voortgekomen. En ik denk dat dat een van de rijkste periodes in de Nederlandse geschiedenis is. Wat direct voortkomt uit een generatie die is eigenlijk gecreëerd door die harde tijden van die 80-jarige oorlog. Ja, overigens is een heel groot deel van de welvaart van Nederland uit die tijd niet aan de VOC per se te danken, maar ook aan de moedernegotie. Dus de handel op graan en hout in Oost-Europa. En het was ook echt een tijd waarin de schepen van hout waren en de mannen van staal. Ja, dat is heel iets anders dan die couch potatoes die vandaag God of War speelt, toch? De mannen van Staal niet stoned. Nou, maar precies dat, weet je. Dat je denkt van, oké, ik zou ook een man van staal zijn. Maar goed, je realiseert je niet dat, 60-70% van de mensen die hele fucking reis niet overleefden uiteindelijk. Dus het was ook echt letterlijk heel hard. Dan misschien moeten we even de andere games doorgaan. Ja, laten we. Ja. The Punisher, laten we daar eens naar kijken. Want dat was toen een game, want je had het over ook de behoefte om geweld te overstijgen. Want het ook in die tijd was een groot probleem, dat games werden gezien als te gewelddadig. En er werd ook Carmageddon, Mortal Kombat, Bully, een heleboel games die een heleboel mensen hebben. Een heleboel media en vooral ook mensen die niks van games weten. Denk maar aan Jeroen Dijsselbloem destijds, die bekend werd van zijn crusade tegen games. Mm-hmm. Maar dit werd zien als een behoorlijk wrede game. Ze durfde het niet eens een kleur te laten zien. Ja. Ik ben nog in deze studio geweest. Dit was de studio van Saints Row. Die zaten in Champaign, Illinois. Ik ben nog geweest om deze game te bekijken. Ja. En we werden allemaal gek, zo vet vonden we het. Ja. Maar ik moet je wel zeggen, ik vind dit een goed voorbeeld. Kijk, The Punisher is natuurlijk is een comic figuur, weet je, bestond natuurlijk al. En hij is een goed voorbeeld van, je bent als machteloos soort van middle of the road mens. Mm-hmm. Ben je boos op de wereld en je kunt niks. En dan ga je The Punisher lezen en denk je, pak aan, klootzak. En dan of je speelt de game en je stopt iemand daar in een of andere zaagmachine. En je denkt van, weet je. Maar er waren nog zoveel andere leuke filmpjes. Jammer dat ik die niet meer heb uitgekozen. Maar ze waren allemaal... De Punisher heb je dus ook dat iemand met een vork terug wordt overreden. Gewoon 10 keer of zo. Ja. Het is echt gewoon hilarisch. Maar dat is ook weer een goed voorbeeld van waarin... Zo over de top gewelddadig. Maar die... Het is absoluut over de top gedaan, maar ook op een manier waarvan ik denk van het wiegt je in slaap, weet je. Het geeft je het gevoel, het is al over de top. Ja. Jij gaat dat nooit doen als mens. Net als de game Mad World van de Wii bijvoorbeeld. Oké, die was helemaal zwart-wit, want die was ook zo over de top gedaan. Ja, volgens mij nog een zwart-wit. Dat we er maar van het begin af aan zwart-wit gemaakt hebben. Ja, er is er nog eentje die je hebt. Was die niet No More Heroes? Was die ook zwart-wit?
Oh, dat kunnen we ook wel even kijken. Ja, ik heb ook een filmpje van No More Heroes. Maar die was niet zwart-wit. Oh, nee. Die heb ik om een andere reden gekozen. Omdat hier het morele dilemma van de held zo goed naar voren gekomen. Dus we hadden in het begin al, is game niet de goedkope vorm van escapisme. Mm-hmm. Maar hij komt dus in gesprek met deze serial killer. En hij moet dan meerdere serial killers verslaan. Het zijn allemaal huurmoordenaars. En iedere keer als je iemand verslaat, kom je een stapje hoger op de ladder. En uiteindelijk is het doel om iedereen te doden en zelf nummer 1 te worden. En hij zegt, ja, ik heb het achter me gelaten. Hè? As long as I have this scenery to gaze upon, I am free of desire. Mm-hmm. Dus hij zegt eigenlijk, besef je wel waar je aan begint. Want je denkt misschien dat je die transformatie door gaat maken. Maar eigenlijk is het allemaal een hoop leven. Wacht even, free of desire, 1 seconde. Ja. Angst en verlangen. Ja. Dus op het moment dat je vrij bent van verlangen, dat je dus weer terugkeert naar je burgerlijke bestaan. Ja. Wat draait om angst. Ja. Ja, dat is oké, sorry, ga door. Ja. Ja. Dus met andere woorden, er is geen doel. Nee. Het enige doel is die terugkeer. Dus dat is de laatste. Het derde stadium in die Hero's Journey is weer de terugkeer. Nou ja, dat, daar zover heb ik nog niet over nagedacht. Misschien dat je terug... Ja. Nee, dat zijn die drie fases. Het is bijna mystiek, hè? Dus dan heb je de derwisjes en zo, die dan een soort trance ingaan. En dan is er ook een aantal stadia. Dus de reis vanuit jezelf en dan de reis door God en dan de reis terug van God. Dat is een soort stadium van een mysticus die probeert om één te worden met God of één te worden met de kosmos. En die dan uiteindelijk weer terugkeert naar zichzelf. En ja. En is de vraag van, wat is nou het doel? Ligt het doel van de reis op elk punt van de reis? Of ligt het doel van de reis aan het einde van de reis? Is het teleologisch? Werkt het toe naar een telos, een eindbestemming? En dan vind ik het een hele goede vergelijking om hier inderdaad met games een vergelijking te maken. Hier, als je ook kijkt naar het No More Heroes verhaal. Hmm. Dat hij dus ook gewoon dadelijk in één keer een hele lange dialoog begint over de zin en de onzin en de leegheid en het nihilisme van zo'n zinloze slaughtering campaign. Hmm. Maar, punt is een beetje, speel jij een game omdat wat je bent op het moment dat je aan het eind van de game bent gekomen. Ja. Is het hele doel van de game de eindbaas verslaan. En dan ben ik ook zo tegen die fucking trophies en zo. Want het boeit helemaal niks. Bouw 100 keer een unit. Of ren binnen 10 seconden onder deze waterval door. En dan krijg je een trophy of zo. Ja. Dat suggereert allemaal dat je een game speelt om te kunnen zeggen, ik heb deze game geplatinumd of zo. Ja. Dat het doel van de game iets externs aan de game wordt. Ja. Dan kom je filosofisch hebben we dan over het onderscheid tussen de praxis en de poiesis. En dat is ook wat je zegt, de reis aan het einde van. Hè? Gaat het nou om de reis door of gaat het nou om de reis tot? Ik zou zeggen, als je een game speelt, dan ligt het doel van het spelen van die game op elk punt op de reis. Ja. En niet zo van, oh, ik heb hem nu uitgespeeld, dus ben ik episch. Nu kan ik tegen mijn vrienden op school zeggen, ik heb Mortal Kombat uitgespeeld of zo. Nou ja, het is natuurlijk, de achievement is leuk, maar de beleving, de beloning zit hem in de beleving van de hele reis. Ja, en ik vind dat hele trofee, ten eerste zijn gewoon lege icoontjes. Ja. Who the fuck gives a fuck? Dat de beleving weghaalt van de game en iets externs probeert te proppen. Ja. Ja. Ja, ik vind het, oké. Laten we doorgaan. Heb je nog meer beelden? Ja hoor, maar ik heb er niet zo episch veel, maar ik heb ook Manhunt. Oh. Manhunt, en dat vind ik een heel mooi voorbeeld, omdat het omgekeerde van die transformatie laat zien. Dus wij hadden in het begin een behoorlijk pessimistische, je kunt dus zeggen, nou, je hebt allemaal idealen, hè, kan op allerlei vlakken idealistisch zijn en een moral high ground over de wereld te oordelen, maar volwassen worden en mens zijn is ook gewoon inzien dat je soms het slechtste van twee kwaden moet kiezen. Ja. En dat je niet altijd schone handen kan houden. En dat je gewoon verstrikt raakt binnen ontwikkelingen waarin je altijd wel een deel van je morele geweten moet compromitteren. Ja. Compromitteren. En games maken een soort, geven je de kans om een eendimensionaal superhero personage te spelen. En dan dat moralisme in die game bot te vieren, daar te manifesteren. Om de gelaagdheden en de compromitterendheid van het echte leven te ontwijken. En het is grappig ook dat hij het tegen zichzelf vecht. Daarom, precies. Ja. Want in Manhunt, die Leo, die speelt eigenlijk het hele spel als Daniel. Hmm. En je komt eruit, volgens mij is het Manhunt 2 trouwens. En je komt er uiteindelijk achter dat
Er is een door een of andere evil doctor, die heeft een tweede persoonlijkheid in jouw brein geïmplementeerd. Ja. En ze kunnen dat met het idee dat kunnen we een keer activeren. Dus we opereren jou en jij gaat gewoon door het leven als Boris. En op een dag zeggen we, oh, er is een bepaalde politicus die begint te belangrijk te worden. We drukken even op het knopje en jij gaat er wat aan doen. Ja. En in één keer wordt dan die tweede persoonlijkheid die in jou zit, die Leo, wordt dan geactiveerd en die gaat dat doen. En daarna kan de overheid erop het knopje drukken en dan vergeet jij alles wat je ooit gedaan hebt als Leo en dan ben je weer Boris, denk je wat de fuck overkomt me. Ja. En alleen dat gebeurt niet helemaal goed, dus die Leo die begint een beetje op zijn eigen houtje dingen te doen. Zonder dat hij door de overheid geactiveerd is, begint die Leo, begint in Daniel steeds meer naar voren te komen. En in het begin weet Daniel helemaal niet dat Leo een ander persoon is. En zo wordt het ook aan de speler geprojecteerd alsof er twee hoofdpersonages zijn. Ja. En je weet niet dat je allebei hetzelfde personage bent. Dan kom je pas op het laatste achter. Mm-hmm. En in die zin is het dus een negatieve transformatie. Dus de meest pessimistische inkleuring van dit Hero's Journey verhaal. Ja. Want dat blijkt, Leo neemt het gewoon over. En het blijkt gewoon een sadistische serial killer te zijn. Die ontsnapt. Hij ontsnapt. Het is toch een transformatie? Ja, precies. Hij ontsnapt uit het onderbewuste van Daniel. En hij maakt Daniel af, zoals we hebben gezien. Ja. En hij neemt het over. Daarom is die game ook zo tof, omdat het zo ontzettend donker is. Juist. En dat is ook zo. Hey, en want dat is een beetje wat mij... Dus omgekeerde God of War. Dus God of War ging eigenlijk om helen. Oké, het lukt meestal niet. Meestal blijkt hij gewoon echt een opgefokte vechtjas te zijn, die Kratos. Ja. Maar met vallen en opstaan, hij verwerkt uiteindelijk toch het trauma van zijn overleden gezin. Ja. Hij neemt wraak, maar hij is ook in staat om weer zijn humaniteit te ontdekken. Hij krijgt weer een nieuw zoontje met een nieuwe vrouwen. Dus eigenlijk gaat het ten teken van heling, hè, met vallen opstaan. Maar Manon is een andere transformatie. Ja. Dus je wordt juist steeds gewelddadiger en uiteindelijk wint gewoon het kwaad. Ja, ik heb het idee met videogames. Kijk, videogames gaan een stap verder dan je een verhaal te vertellen zomaar. Je neemt er namelijk actief een deel. Mm-hmm. En toen ik van de week, volgens mij was het alweer een week of 2-3 geleden, Mark Zuckerberg met zijn meta-aankondiging zag. Dat ik denk van ja, wat daar zo ontzettend dystopisch aan is. Dat is uber dystopisch. In combinatie met game design. En het is natuurlijk iets wat we als gamers al heel lang zien gebeuren. Is dat we de hero's journey die elk mens moet doormaken. Mm-hmm. Om een zinvol leven te leiden. Verplaatsen van de realiteit naar de metaverse. Weet je, en de metaverse is of dat nou cyberspace of videogames. Precies, en dan kom je dus op de power process. En dat ga je dus op zo'n manier beleven. Ga je op zo'n manier doormaken. Dat het geen bedreiging meer kan vormen voor de powers that be. Precies. Voor de elite, voor de big tech, voor de precies. Politiek. Ja, dus je ziet... Je gaat het eigenlijk helemaal vergamificeren. Dus dat proces, hè, die riet, de passage die ieder mens moet doormaken om voor zichzelf een pad in het leven uit te banen. En of je stijgt in de hiërarchie, je zet een prestatie neer, je brengt iets teweeg. Ja. En je ondertussen krijg je nog eens een keer een vrouw en kinderen als je het goed doet. Ja. Nee, dat gaan we helemaal gamificeren op zo'n manier dat die menselijke oerkracht, hè, daar gaat eigenlijk die film Snowpiercer gaat daar eigenlijk over. Je kan niet een hele maatschappij stabiliseren. Dat kan niet. Je blijft altijd een subversief revolutionair element nodig. Er blijft altijd iets in de mens nodig wat voor social upheaval kan zorgen. En als we dat dan maar in de metaverse proppen, dan hebben we er geen last van. Juist, en dan leven, kan het de elite niet voor de voeten lopen. Ja. Denk je dat een agenda is? Dat dat een echt agendapunt is? Of is dat conspiracy toestand? Kijk, dan... Maar dat is altijd waar je ook in politieke discussies tegenaan loopt. Ja, maakt het uit of het opzet is? Of maakt het uit dat het gewoon een cumulatief verhaal is? Een zelfversterkend, aanzuigend deal kan het ook zijn. Het boeit eigenlijk niet. Ik ga uit van complotagnosticisme. Het boeit eigenlijk niet of het een complot is of niet. Iedereen kan het in de praktijk constateren hoe dit een ontwikkeling is die in gang is gezet. Een soort sneeuwbal die van de berg rolt. En die sneeuwbal die wordt steeds groter, omdat die gewoon steeds meer sneeuw aan zich doet kleven. Ja. Er zijn dus allemaal side-effecten, clusters van aangrenzende fenomenen die het versterken. En dan kan je, is het toeval, is het bewust gewild, is het opportunisme? Ja, je kan erover discussiëren, maar ik denk dat het er gewoon niet toe doet. Wat ik wel denk, is dat het gevolg van die gamification en van dat Mark Zuckerberg verhaal wel zal zijn. Dat geografische locatie steeds minder belangrijk wordt. Ja. We zijn natuurlijk heel erg geneigd om te denken, oh, we zijn een land, een natiestaat. Het maakt uit je buren, maar het maakt ook uit je provincie. Maar dat allemaal niet meer zo belangrijk wordt. Kijk,
doordat ik games ging spelen, had ik op een gegeven moment een vriend in Londen. En ik had een vriendin in Zuid-Duitsland gekregen doordat ik veel games speelde. En ja, een meisje uit Brazilië leren kennen een paar jaar later. Was ik ook een paar weken op bezoek geweest. Allemaal heel gezellig en zo heel belangrijk deel geweest van mijn coming of age. Maar dat dat nog verder losgetrokken gaat worden. Dus ja, en ook dat verschillende politieke stromingen of ideologische stromingen of ethische stromingen, dat die allemaal hun eigen wereld gaan bouwen met hun eigen esthetiek. Maar en denk die allemaal je dat samen gaan zitten in hun eigen 3D-wereld met hun hologrammen en hun eigen levensbeleving, dat het eigenlijk niet meer zoveel uitmaakt waar je nou geografisch bent of zo. Maar denk je dat we dan, want als ik nu om me heen kijk, zie ja. ik over het al, ik zie opstand in Europa borrelen. Weet je, ik bedoel de paspoorten, het gezeik, de uitsluiting van mensen. Ik heb die mensen het zat zijn. Mm-hmm. En ik zou me voor kunnen stellen dat de elite er belang bij heeft dat we die gevoelens van opstand uiten in een videogame en niet in de realiteit. Ja. Gelukkig zie ik het wel in de realiteit plaatsen. Ik zie mensen blijven. Denk jij dat videogames in staat zijn om die menselijkheid naar een digitaal domein te verplaatsen? Of denk je juist dat het andersom werkt? En dat, ja, maar wat is die menselijkheid dan nog? Dus door dit naar een digitale ruimte te verplaatsen, blijven we mens. Maar die menselijkheid zal wel een transformatie ondergaan. Dan kom je op Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, die Koreaans-Duitse filosoof, of Psycho Power. Ja, wat gaan we dus gebeuren? We gaan steeds meer van onszelf ontplooiing en het sociaal treffen van medemensen gaan we in die digitale ruimtes doen. Dat is onvermijdelijk. Dat was al dat liep al los van de lockdown, maar dat wordt alleen maar nog geaccelereerd door de lockdown. Ja. Maar ja, wie houdt de toezicht over de digitale ruimte? Dat zijn grote bedrijven en die leveren ons ook de emoticons aan. Ja. Dat wordt wij communiceren met elkaar met emoticons, maar die worden gemaakt door grote bedrijven. Ja. En Die ruimtes, die worden beheerd door grote bedrijven. Maar dat is de andere ding. Hè? Want oké, als we het dan niet hebben over opstand en elite, maar als we het gewoon hebben over zakelijke belangen. Kijk, we weten als je naar marketing kijkt, dat een klassiek verhaal van de hero's journey is het veroveren van je grote liefde. Ja. Dus volgens mij was Maar dat ook, sorry dat ik je weer onderbreek, Boris, maar dat is dus precies ook wat ik ook denk bij dat Zuckerberg verhaal. Dat is zoiets als nu bijvoorbeeld een soap opera of een romance novel is nog meestal gewoon het klassieke verhaal van Romeo en Julia. Hè? De Starcraft lovers. Een jongen en een meisje worden verliefd op elkaar en moeten een aantal obstakels trotseren om tot hun doel te komen. Of dat nou de afwijzende familie is of wat dan ook, omdat er verschillen zijn. Maar dat het ook gecompartimentaliseerd kan worden. Hè? Dus je hebt misschien twee verschillende profielen. Misschien heb je dan ook wel twee verschillende geliefden. En dat het ook gewoon genormaliseerd gaat raken om polyamore relaties te hebben. Wat ik al zei. Hè? Dus als we onze identiteit, onze sociale leefwereld digitaliseren, dat gaan doen in hologrammen van Mark Zuckerberg World. Mm-hmm. Ja, dan zijn we eigenlijk de geografie, hè? Dus de inbedding in een lokaal landschap, in een lokaal dorp, zijn we helemaal aan het loslaten. Qua de beleving van onze identiteit. Dat zijn we aan het compartimentaliseren. We hebben het eerder over gehad over onze escapisme-uitzending. Ja, dan gaan we ook relaties compartimentaliseren. En dan is het ook maar de vraag van, kun je dat nog in een plotstructuur vatten van een klassieke soap opera met gewoon een monogame, exclusieve relatie? En hoe zullen dan de toekomstige romans en de toekomstige soapseries en de toekomstige opera's, hoe zullen die dat uitbeelden? Hoe zullen die dat verwoorden? Hoe zullen die dat invoelbaar maken? Ja, je wil er niet eens over nadenken. Het wordt heel dystopisch, dat weet ik, dat weet ik wel. Maar wat ik probeer te zeggen is, kijk, als je kijkt naar, weet je, waar dit allemaal naar neigt, waar die techniek naar neigt, is een hang naar een vorm van collectivisme. Absoluut. Weet je, dus aan de ene kant heb je de individualiteit die er zit in de hero's journey, namelijk het ontdekken van jezelf, het opnieuw definiëren van jezelf en terugkeren in de maatschappij als de man van staal die de draak heeft verslagen, dat idee. Als je kijkt wat die persoon toevoegt aan de maatschappij, als je bijvoorbeeld naar China kijkt, dan zie je van nou, de staat is het grootste goed, dus je keert terug als strijder voor de staat. Ja, als je bijvoorbeeld naar de Amerikaanse cultuur kijkt, of de westerse cultuur, dan zie je dat die staat eigenlijk vertegenwoordigd wordt door grote bedrijven. Ja. Dus commerciële belangen. Met andere woorden, als je een reclamespotje kijkt. Crony capitalism. Ja, maar als je bijvoorbeeld een spotje kijkt waarbij een gespierde
kerel een blikje vis, frisdrank opentrekt, terwijl er een aantal vrouwen lustig naar hem kijken. Maar dat was toen toch al met die reclame van X deodorant toen ik 10 jaar was. Precies dat. Dat is een voorbeeld. Coca-Cola deed het. Ze spelen allemaal in op het moment waarop je als held terugkeert de maatschappij. En je hebt de Hero's Journey gewonnen. Dat doe je natuurlijk omdat je product puntje gebruikt. Ja. Maar ik denk als je zo in het leven staat, dan ga je het nooit meemaken. Nee, dat is natuurlijk het hele punt van dit item. Dat als je die videogames speelt en daar je transformatie doormaakt in die videogames, dat moment nooit gaat komen. Dus daarom is het zo belangrijk om op te houden af en toe met games te spelen, met comics te lezen, met series te kijken, met films te kijken en gewoon de deur uit te gaan en je transformatie door te maken. Ja. Je draak op te zoeken, hem te verslaan en terug te keren om als volwassen mens. Ja, zeker. Daar kan ik wel over meepraten. En ik zou ook nog even, misschien wou je hier nog even wat over zeggen? Nee hoor, nee, dat was mijn punt. Ja, dat was een goed punt. Ja, zeker. Laat ook maar even inzinken naar de kijker. Want ik had nog een speciaal filmpje ook gekozen. Ja. Dat is het laatste filmpje wat ik heb. En dat is Silent Hill Shattered Memories. En dat is een ondergewaardeerde game, vind ik. En ik vind helaas dat er als we dat filmpje ook even mogen zien van Silent Hill, dat er te weinig actie in de game zit. Ik had graag meer actie in de game gewild. Ook meer manieren om jezelf te verdedigen. Maar ik vind het toch een zeer ondergewaardeerde game. En dat is om meerdere redenen. Namelijk ten eerste, het is ook een transformatieve game. Die ook spelers laat zien hoe psychologie, psychiatrie en videogames samen kunnen komen om een analyse van de speler te maken, maar ook om te helen. Dus het is echt, als je zegt, kunnen games ons helpen om onze primitieve, destructieve, impulsieve lusten, impulsieve, gewelddadige neigingen te overstijgen, dan vind ik dit een beginnetje wat daarvan gemaakt is. Namelijk ook om een game een soort therapeutische rol te geven. Want het gaat allemaal om dat je onder ogen moet komen dat jouw vader jou verlaten heeft als kind. En dat de hoofdpersonage dat onder ogen moet komen. Maar tegelijkertijd maakt het spel ook een psychisch profiel van de speler op een hele geraffineerde manier. Van hoeveel tijd breng je door om een bepaald document te lezen? Welke objecten in de omgeving krijgen je aandacht? Welk pad leg je af? Dus ga je eerst door de deur links of ga je eerst door de deur rechts? Keer je wel eens terug naar plekken die je al eerder bezocht hebt? En je hebt ook een telefoon om bepaalde personages te bellen. Nou, wie bel je en hoe lang praat je met? Nou, allemaal subtiele details om een profiel van de speler te maken. Ook bepaalde psychische testen, dat je een puzzeltje moet oplossen of bepaalde foto's in een goede volgorde moet leggen. En op het einde van het spel krijg je ook een heel geraffineerd spelersprofiel aangeboden gekregen. En ik heb dit spel in 2011 uitgespeeld en het was toen al een oud spel. En ik was heel erg onder de indruk van het psychologisch profiel dat op het einde van mij als speler werd gemaakt. Ik heb er toen geen foto van gemaakt of zo, wat wel erg jammer was, want volgens mij saved je game automatisch heen als je endgame behaalt. En dan moet je helemaal opnieuw beginnen. En dan, ja, je kan niet nog eens een keer 5 minuten voor het laatst herladen of zo. Maar ik was toen heel erg onder de indruk van hoe ver dus die game was in het maken van een analyse. Ja. Van mij als speler. Ja, dat is heel knap inderdaad. Dat zie je niet veel dat games dat doen. Misschien resoneert dat ook toevallig met jou heel erg. De fase waarin je leven zat toen je het speelde. Dat kan natuurlijk ook. Maar wat ik namelijk ook zo fascinerend vind. Maar ook bijvoorbeeld dat ze dus zien bijvoorbeeld hoe je bent als speler, hoe je waarschijnlijk denkt over mogelijke partners. En dat het ook uitmaakt hoe de personage die in het spel tegen je komt worden vormgegeven. Dus bijvoorbeeld een vrouw die je tegenkomt, een soort je romantic interest, wat haar karaktereigenschappen zijn, hoe zij zich gedraagt, haar lichaamstaal. Een spel voor de Wii, hè? Dat is dus de sociale gedragingen van personages in het spel werden heel subtiel getweakt, afhankelijk van hoe jij als speler geweest was. Maar ook, bijvoorbeeld, er komt een politieagent tegen. Nou, is die persoon heel autoritair of juist behulpzaam? Wat is jouw verwachting van wat een officer of law zal zijn? Juist behulpzaam of juist een klootzak die je eigenlijk wel met de neus op de regeltjes wil drukken. En op die manier voortdurend gespeeld met de verwachtingen van de speler als persoon. Ja. En dat zou super interessant zijn. Ik vind eigenlijk zo'n concept is wel geniaal en verdient eigenlijk wel een remake. Ja, nou ja, die met die remakes weet ik niet nooit helemaal. Maar goed, als ze het goed doen wel natuurlijk. Dan heel even over geweld, hè? Ik denk dat een heel groot onderwerp is. En misschien is het ook iets voor een latere aflevering. Maar ik wil het er toch even over hebben. Omdat als je kijkt naar de geschiedenis, dan is de geschiedenis van de mens wordt gedefinieerd door geweld. Weet je, wij zijn op een vreemde manier, misschien is het niet eens vreemd, maar de mens is een
is een intrinsiek gewelddadig wezen. We zijn in staat tot de meest vreselijke dingen. En, ja. En op een of andere manier is dat ook aan entertainment verbonden. Weet je, vroeger gingen we met z'n allen kijken. Of we, weet je, maar mensen gingen naar dorpspleinen toe om de terechtstelling van misdadigers te bekijken. En dan kom je op dat comfort en fear. Hoe noemde jij dat van Jung? Ja, verlangen, angst en verlangen. Ja. Die tegenstelling van angst en verlangen. Ja, we blijven toch biologisch gebiologeerd en gefascineerd door dingen die eigenlijk best wel gruwelijk zijn. Ja, met andere woorden, het liefst vanuit onze eigen comfortzone. Ja, als toeschouwer, niet zelf in die schandpaal hangen. Precies, ja. Nou, in games en in andere media ook zijn wij toeschouwer van extreem geweld. Weet je, we hebben een aantal voorbeelden hier gezien. Ja, maar ook dader. Ook daar, ja, tuurlijk, maar eigenlijk als toeschouwer, omdat we hoeven het gevaar niet te lopen. We kunnen de daad zien, maar we hoeven geen gevaar te lopen, omdat we zitten veilig op de bank te spelen, bij wijze van spreken. En toch zit het in ons DNA, op een of andere manier, om dat te beleven. We hebben er een honger naar. Ja, maar dan denk ik dus dat je op angst en verlangen komt. Dus als je naar evolutie kijkt, ja, als je als mens alleen maar comfort zoekt, ja, dan ga je het niet redden in de evolutie. Want als mens, je moet soms iets ontdekken. Hè? We hadden het vuur niet ontdekt. We hadden het wiel niet ontdekt. We hadden etenbakken hadden we niet ontdekt. Jacht hadden we niet ontdekt. Als we niet op een of andere manier toch een soort nieuwsgierigheid hadden. Of een soort gewelddadigheid. Of een soort perverse nieuwsgierigheid. Ja. En naar dingen die toch evil zijn. Toch even aan willen ruiken. Toch even aan willen proeven. Want dat heeft ons uiteindelijk ook verder geholpen. Maar denk je niet... Maar tegelijkertijd, als we dus alleen maar dat zouden zijn, dan zouden we al lang van de cliff af zijn gerend. Hè? Dan gingen we naar alle meest gevaarlijke dingen gingen we toe. En dan kijk waren naar de vikingen. Opgevreten door beesten. De vikingen hebben Moskou gesticht. Ik weet het. En, ja. En Parijs veroverd. Maar, ja, en ze zijn in Noord-Amerika geweest. Ja, ook dat inderdaad. Ja, dat weet ik. Hey, maar dan nog eventjes. Denk je dan dat een beschaving... dat de mate van beschaving wordt gedefinieerd door de door een afkeer van geweld. Dus hoe beschaafder een volk is, hoe minder geweld er wordt toegepast. Dat weet ik niet. Dat is zo'n interessante filosofische vraag die je aanstipt, Boris. Ik krijg een miljoen gedachten bij wat je nu zegt. Kijk, ten eerste denk ik, nee, het geweld krijgt gewoon een andere vorm. Dus in plaats van dat iemand voor zijn bek wordt geslagen, dan is het weer goed. Hè? Denk maar aan een kroeg. Ja. Twee mannen krijgen ruzie, slaan elkaar op de bek, maar dan is het weer goed. Versus ja, een toch wat meer feminien conflict. Van, het komt eigenlijk nooit meer goed. Er wordt altijd wel geroddeld. Er blijft altijd... ja. Ja. Dus dan wordt het dan niet meer op het niveau van uitsluiting. Op het niveau van mensen sociaal buiten de orde verklaren. Komen er allemaal andere shame. Wordt het geweld gewoon niet subtieler, gemener, geraffineerder, op nieuwe vormen toegepast? Dus die vraag kan je stellen. Maar ook, wat is een beschaving? Kijk, als je zegt, er zijn beschavingen. Hè? Ik zeg de Arabische wereld, de Westerse wereld, China, dat zijn ieder op zich beschavingen. En wie is er dan beschaafdeur? En dan is natuurlijk de vraag, de maatstaf waaraan het Westen zichzelf afmeet is absoluut niet de maatstaf waaraan China zichzelf afmeet. Sterker nog, China zegt, ja, jullie mensenrechtendiscours is een verlengstuk van jullie imperiale macht. En jullie beroepen je op mensenrechtendiscours om je eigen machtssfeer uit te breiden over de soevereiniteit van andere landen. Nou, goed, China is zelf niet veel beter met hun Belt and Road netwerk, om iets te noemen. Maar ja, wat is beschaafder? Elke beschaving vindt iets anders belangrijk. Ja. En zal zichzelf ook afmeten aan een andere standaard. He, wanneer in de Arabische wereld ben je geniaal als je de Koran uit je hoofd kent. Er is weer een andere manier van geleerdheid dan wij in het Westen zouden betitelen. Dus ja, waar meet je nou af wie beschaafder is of wat beschaafder? Een beschaving is duidelijk. Dus als je jager-verzamelaar bent, kun je dat beschaving noemen? Nou, nee, daar blijft eigenlijk niet heel veel achter. Hè? Ja. Beschaving is ook, wat laat je achter? Als je een piramide gaat bouwen of een Stonehenge, ja, dan ben je wel een beschaving. Wat ik probeer te zeggen, als je bijvoorbeeld naar science fiction kijkt, waarin vaak een beeld van de toekomst wordt geschetst, heb je twee heel duidelijke beelden. Weet je, we hebben aan de ene kant de hele klinische, technologisch extreem geavanceerde mensheid, waarbij we allemaal in een soort van Star Trek pakken rondlopen en communiceren door een dingetje aan te tikken en waar niemand over de schreef gaat. De neo-mensheid. Bij wijze van spreken. En, Mad Max.
Nou, Mad Max is de cyberpunk kant. Ja. Dat is de dystopische kant daarvan. Ja. Waarin, wat we bij cyberpunk natuurlijk letterlijk zagen, waarin je in een futuristische stad opeens een soort van aanvalshelikopters, raketten in een flatgebouw ziet schieten om een of andere onduidelijke reden. Maar het is volstrekt logisch dat dat gebeurt. En dat... Dat is vandaag ook logisch. Volgens mij gebeurde dat in Istanbul 3 jaar geleden. Maar bedoel ik, dus de vraag is van... Ergens bekruipt men het ongemakkelijke gevoel dat het dystopische toekomstbeeld veel realistischer is dan het hele clean... Ik ga je over bluffen, Boris. Mm-hmm. Want als jij een absurd verhaal schrijft, dan is er nog altijd de rem in de vorm van de psyche van degene die het verhaal leest of volgt of speelt als het een videogame is. En er moet een coherent, navolgbaar plot zijn. En als het plot zijn relevantie verliest, dan haakt de mens af. Je bent gewoon je kijkers kwijt. Waarom? Want de menselijke psyche heeft behoefte aan een navolgbare vertelstructuur. Ja. Maar de realiteit hoeft zich daar helemaal geen enkele reet van aan te trekken. Ja. Dus wat gaan we zien? De realiteit is altijd absurder dan de fictie. Ja. Ja. Dat is waar. En ik denk ook het interessante wat ik vind van waar we nu zijn aangekomen is dat we evolutie... Het is toch allemaal... Mensen zeiden, shit, je bent een pessimist. Je bent een gekkie. Je ziet dingen, dat is echt onzin. Nee, je bent mensen pessimist. Nee, maar dat zeg jij ook niet. Wij zijn al heel lang vrienden, maar dat zeggen gewoon, ja, politieke opponenten. Ja, maar de dingen die jij zegt, dat is zo polariserend. Dat is zo abstract. Dat is zo ver out there. Dat gaat never nooit gebeuren. Sorry hoor, maar de dingen die er gebeurd zijn de laatste jaren zijn veel sneller, veel ernstiger, veel rapper geëscaleerd dan ik het zelfs in mijn meest pessimist... En ik ben niet echt iemand, een roze bril kijker. Maar die dingen zijn nog veel pessimistischer en somberder uitgepakt dan ik ze zelfs al durven zien aankomen. Nou, en het wordt nog erger. En wat ik er fascinerend aan vind, is dat we evolutionair gezien, ik bedoel, wij staan heel dicht bij de vikingen. Wat is dat? Een paar honderd jaar, duizend jaar, weet ik het. Dat is wij niet zijn zo genetisch nog steeds identiek als de hole mens. Bedoel ik. Als je kijkt, technologisch gezien, zijn we in staat om videogames te maken die er nog fucking realistisch zijn. Dus je zit hier letterlijk een primitieve holbewoners die videogames maken, die aan de ene kant nog zoiets hebben van, geef me een man, moet ik slaan zijn hersens in. Yeah. Dat is de hero's journey. Yeah. En ik keer the terug met 100 kilo mammoetvlees. Yeah. En ik zorg dat mijn tribe te eten heeft door de hele winter. Dat is een klassieke hero's journey. Maar ik krijg de technologische tools van het uitbeelden van de Android, van de neomens. Bij wijze van een neo-mensheid. En die twee dingen die botsen keihard. En als je het nou hebt over, weet ik veel, over ideeën over gezondheid die we er vandaag de dag op nahouden. Of weet ik veel, dat ik denk van, het is die clash, weet je. Wij zijn die oermens die nog half uit het, weet ik veel, uit de grot ontsnapt is aan het clashen met die neo-mens die we eigenlijk willen zijn, waar we gewoon de maar wie is het we? Wil iedereen een neo-mens zijn? Ik denk dat we allemaal verscheurd worden door die drang. Dus en misschien is dat wel dat angst en verlangen. Weet je, ik bedoel, voor mij, ik heb heel erg zoiets van die Hollanders die op die boten stapten, waarbij 60, 70% omkwam tijdens de reis naar Indonesië. Die hebben op de schaal van angst en verlangen, die zaten niet heel erg aan de angstkant. Nee, die zaten aan de verlangenkant. Die wilden een beter leven. Er was alleen maar kou en regen en modder hier en verder maar niks. Maar dat net iets als vandaag bitcoin kopen. Hè? Dus dan doe je het omdat je denkt van, nou ja, de kans dat ik er iets episch mee win is best wel groot. Of zo. Ja. Dat is zoiets. Dus nou, dat je een loterijlot koopt. Maar niet zoiets. Alleen, maar wat het grappige is, bitcoin is een loterijlot kopen plus een hero's journey. Want je bent namelijk bezig om de maatschappij beter te maken. Je bent daadwerkelijk aan het ontsnappen naar een parallel universum. Ja, dat vind jij, maar dat vindt niet Klaus Schwab en Noem. Nee, maar die hebben veel te veel belang bij de huidige. Maar iedereen die bitcoin koopt zal het in eerste instantie doen om rijk te worden. Ja. Maar ze, net als dat iedereen autonomie, die aan boord stapte van zo'n boot, dat deed om er rijk van te worden. Uiteindelijk hebben ze Nederland veranderd. En nu staan we aan de vooravond van een nieuwe fase waarin de mensheid, wij gaan het heelal in. We gaan Mars koloniseren en weet ik veel. Dat vraag ik me af. Want dan ga je er wel vanuit dat wij als mensen nog de middelen zullen hebben om in dat soort technologie te gaan investeren. Maar dan zonder dit gesprek de politiek te willen maken. Maar
dan ga, als je dus kijkt naar welke van economische keuzes er dus nu gemaakt worden, of het nou medisch is, of qua verduurzaming, of qua demografie, dan worden er nu keuzes gemaakt waarvan de vraag is of wij nog wel de sustainability zullen hebben. Nou, iedereen die Civilization of Age of Empires of zo speelt, die snapt meteen wat ik bedoel. Maar als jij verkeerd boomt in Age 2, ja, dan ga je in Age 4 niet meer de middelen hebben om een fatsoenlijke upgrades te doen. Dan ben je al lang bezig om je hoofd boven water te houden en niet aan je upkeep kapot te gaan, bij wijze van spreken. Tenzij het de bedoeling is om een generatie van harde, van mannen van staal te creëren, waar je eerst slechte tijden. We zijn eerst generatie Snowflake aan het creëren, Boris. Dat ziet er in al die games, dat niemand overal offended mag zijn. Die zijn door nog game. Gecreëerd. Die zijn nog gecreëerd. We gaan nu een 80-jarige oorlog in. Hele slechte tijden. Waarin iedereen die niet in staat is om op te staan en voor zijn eigen idealen te vechten, die legt het loodje zo meteen. En maar, dan kun je op Senator Armstrong en Metal Gear Revengeance. Want dan wat zijn jouw idealen? Hè? Of is dat je hebt het over, we zijn allemaal naar collectivisme aan het evolueren. Maar een game gaat uiteindelijk om de speler als autonoom, zelfhandelend individu met eigen verantwoordelijkheden, eigen keuzes die je maakt. Ook in dialogue options, quick time events of zo. Nou, dus, oké, dat is misschien niet helemaal goed. Maar in Resident Evil 3, hè, wat ga je doen? Je kan steeds een keuze maken en zo. Dus multiplayer opties. Dat je je eigen pad uitbaant. Hè? Wat Senator Armstrong ook de hele tijd zegt. Van men will fight for what you believe. Not for money. Not for oil. But every man, woman and child will be free to wage their own wars. Ja, maar dan dat, kom je daarop. En we gaan toch naar collectivisme toe, naar de borgen. Je moet het voor een ander doen. Niet voor jezelf. Je moet het voor een ander doen. Ja, maar die of dingen het nou vaccineren is of wat dan ook. Het wordt steeds vanuit altruïsme en collectivisme gepoet. Maar het is omdat we zijn aan het pingpongen tussen angst en verlangen. En het collectivisme pingpongt naar de angstkant. En de vrijheid pingpongt naar de verlangenkant. Ja. En die maar wat zegt de evolutie? Dat wint wat zich het vaakste voortplant. En wat plant zich het vaakste voort? Het collectivisme. Nee, de sterke man plant zich het vaakste voort. Een vrouw voelt zich ook aangetrokken tot de alfaman. Ja, maar de sterke man die ziet vandaag al die risico's. Die kan niet. Dan komen we toch op Senator Armstrong. Kun je nog man zijn als sterke man? Of zeg je nou, ik zie hier zoveel risico's in de lucht hangen. Ik leef gewoon van dag tot dag. Nou, dan kom je op onze goede vriend die ook veel tijd in Indonesië heeft doorgebracht. Mm-hmm. Dan kom je op dat, toch? Ja, ja, maar dat is. We begonnen met de Epic of Gilgamesh. Ja. We begonnen met de Anunnaki en de Sumeriërs. Ja. En die beschrijven letterlijk dat de mens is gecreëerd als slaaf, om te werken, om goud te delven, dat is wat we. Als wij niet fysieke arbeid verrichten, dan gaan we dood. In het zweet des aanschijns ga je brood. Wij moeten werken, fysieke arbeid. Doe je dat niet, dik, vet en dood aan COVID in het ziekenhuis. Doe je het wel, fit ja, maar dat en klopt het leven. Toch niet, want iedereen vandaag de dag zit er gewoon een beetje. Ja, je ziet het hier. Sorry om mensen te beleven. Maar wat zien we dus nu? Je ziet dat iedereen achter een computer zit te precies, werken. Maar wat zien we nu? De grote schoonmaak vindt plaats zit. De grote schoonmaak is aan het plaatsvinden. En er zijn genoeg games waarin die. Ik wou dat ik game capture beelden had om dat te illustreren. Maar het is precies die red pill en die blue pill. Weet je, neem de blue pill en je blijft in je veilige comfortzone waar je BMI rustig de 40 aantikt. Op de bank zit je te gamen, het is allemaal oké. Okay. Of je neemt de red pill en je neemt persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar dat betekent dat je zometeen in het equivalent. Ja, maar hoeveel ruimte laat het systeem jou nog om die persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen? Want op elke straathoek staan 20 collectivisten. En als ze er niet lijfelijk staan, dan staat er wel een of ander cameraatje, of dan staat er wel iemand te posten op sociale media over wat je doet. Of dan wordt er wel een social credit score bijgehouden. Wij zijn het voorbeeld hier. Wij zijn gamers. Ja, laatst. Nee, maar wij zijn gamers per sang. Ja. Wij zouden onze drang naar vrijheid misschien wel kunnen voldoen met het spelen van games. En toch is het niet genoeg. Nee, dat is zeker niet. En je merkt gewoon, die hero's journey moet plaatsvinden buiten die video. Ja, voor ons buiten wel. Maar wij zijn misschien niet de doorsnee. Dat zijn we wel. Laten we ervan uitgaan dat we de doorsnee mensen zijn. En dat iedereen. Ja, maar er zijn toch wel tekenen in mijn leven die suggereren dat ik niet die doorsnee people ben. Maar misschien bestaan de doorsnee mensen niet. Misschien bestaan die niet. En als ze bestaan, dan is het jammer voor ze. Dan gaan ze het niet redden. Maar als ze. Maar misschien moet je niet jezelf meenemen als
dit is het eikpunt. En waarschijnlijk is iedereen ook wel zo. Net als ik of zo. Nee, het is alleen dat toevallig twee mensen die hier praten over videogames niet... Nee, maar het is toch niet toevallig? Want we zijn in contact gekomen met Café Weltsmerz en Ruben. We zaten dus allebei helemaal niet. We zijn twee nerds en we zijn ons leven lang gamers. En toch zijn dit twee trajecten die we los van elkaar hebben doorgemaakt. En ja. ik denk eerlijk gezegd van de... Weet je, hoe we hiermee begonnen was... Zijn games... Supreme Commander. Maar zijn games een surrogaat voor die Hero's Journey? Ja. En ik vanuit mezelf gesproken, en ik kan voor niemand anders oordelen, maar ik denk, nee, dat is het niet. En daarom gaat Mark Zuckerberg zijn metaverse een flop zijn. Ja, maar dat is toch ook met de Matrix, want ik haalde de Matrix al aan, maar op een gegeven moment zegt die art, en dat is volgens mij een idee ook van Dostoevsky. En Dostoevsky zegt dat in de gebroeders Karamazov, of hij zegt het in beide, in Misdaad en Straf, van ja, dus het idee van een... En dan had het al over communisme. Maar goed, dat kun je vandaag doortrekken ook naar collectivisme. Van om een perfecte samenleving te creëren. Maar iets in de mens verzet zich daartegen. En dan kom je op dat angst en verlangen. We blijven toch een soort ja, perfide fascinatie hebben met het morbide en met het perverse. En als het leven te goed is, dan voelt het voor ons onnatuurlijk aan. En dan verzetten we ons daartegen. Dan gaan we nog liever terug naar alle chaos. En om op basis van onze eigen wilskracht... een levenslot te kunnen smeden met al zijn tegenslagen en zijn weerbarstigheid. En om dat gewoon te trotseren dan in een soort perfecte, cozy... waar we als dikke vet blobben op kussentjes rondzweven... En opgeborsteld worden door robots die ons in alle gemakken voorzien. En zodra we aan iets denken, komt het al aangezweefd. Dat is wat niet dat we willen. Hè? Want dat staat haaks op wat wij zijn. Dan gaan we dood. Dan gaan we desnoods onze ellende creëren. Ja. Onze eigen chaos gaan we terugbrengen. Want dat is nu eenmaal wie wij zijn als mens. En daarom zal dat altruïstische collectivisme nooit aarden. Ja. Dat is wat Dostoevsky zei. Ja. Nou ja, goed, hij omschreef het niet zo filosofisch, want dat was een boekenschrijver, niet een filosoof. Was een verhalenverteller. Maar dat is wel het kern van zijn concept. En dat is ook in The Matrix. Want op een gegeven moment zegt die architect, die zegt toch ook tegen Neo van, ja, we hadden perfecte werelden en mensen waren gelukkig en zo, maar het werkte niet. Mensen werden wakker, ze zagen in dat het een illusie was. En het systeem crashed en moest steeds weer gereboot worden. Want mensen aanvaarden dat niet. Dus ze moesten wat meer chaos, wat meer lijden erin brengen. En dan pas konden de mensen er aarden. En dan pas konden ze die wereld aanvaarden als zijnde normaal. En een wereld waarin ze behoren. Ja, ja, want anders kunnen we de Hero's Journey niet maken. Ja. Die is essentieel voor elk mens. Ja. Vet. Ja. Misschien moeten we daar stoppen. Denk het ook. En vergeet niet in de comments te zeggen wat je hier nou allemaal van vond. Ja, absoluut. En wat je de volgende keer ook voor gesprekken wil. Schrijf je meest epische idee op waarvan je denkt van dat is een episch idee, een epische game. Of wat dan ook, dat moeten Boris en Sid nog een keer bespreken. Schrijf het op in de comments en dan gaan wij het serieus overwegen. Ja. En ik dank jullie allemaal ook voor het kijken. Absoluut. Tot de volgende. Tot ziens.